De exportregels van de Europese Unie, die per 14 december 2019 zijn ingegaan, hebben gevolgen voor niet alleen commerciële, maar ook postzendingen en vertrekkende passagiers. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, meldt in een persbericht dat ze de afgelopen periode ten aanzien hiervan op verschillende fronten tegelijk acties heeft ondernomen. Op vrijdag 20 december 2019 is er een gesprek geweest met de staf van de NV Luchthavenbeheer. Hierbij is naar voren gekomen dat er wat uitdagingen zijn bij de controle op groenten en fruit. Luchthavenbeheer zegt dat er namelijk per passagier een maximale tijd is voor afhandeling. Beide partijen kwamen overeen dat de controle op een zodanige wijze moet plaatsvinden dat het geen vertraging brengt in de afhandeling. Daarom werken de partijen eraan zaken in orde te brengen alvorens de nieuwe procedures in werking worden gesteld. Indien reizigers zich toch schuldig maken om te proberen planten en plantaardige producten zonder een fytosanitair certificaat van het ministerie mee te nemen naar EU, zal er een onderzoek plaatsvinden. Dit kan maken dat zo'n passagier zijn of haar vlucht mist, wat geheel voor eigen rekening komt. De instanties adviseren de reizigers om geen verboden spullen mee te nemen. Op de luchthaven bestaat de mogelijkheid om groenten en of fruit te kopen die afkomstig zijn van een door LVV gecertificeerde landbouwer.